Michelle Hendricks, 2 wedstrijden voor het einde. Strand, het schip. Het is klaar, hè? Ja, ik weet niet wat ik daarop moet antwoorden, maar het is helaas. We hebben er met z'n allen hard voor gevochten. En ja, goed, je moet je wel erkennen. Spanje die was gewoon goed. We hebben het wel ontzettend goed gedaan. 2 keer 45 minuten volgehouden. Maar dat mocht helaas niet baten. 4-3, het is ontzettend spannend geweest. Ja, zeker. Als je gaat kijken, dan jij vlak voor tijd maak je de 4-3 nog. En dan heb je nog de hoop. En dan moet je het enige wat je kunt doen is de bal erin pompen en erin gooien. En hopen dat hij nog goed valt. Maar helaas gebeurde dat niet. Spanje had nog niet verloren. Het is ook wel een erg goede ploeg gebleken. Ja, ik zeg al, Spanje is gewoon een ontzettend goede ploeg. Dat moet je gewoon toegeven, heel eerlijk. Dat wil niet zeggen dat we vandaag de wedstrijd niet hadden kunnen winnen. Ik zeg al, we hebben vandaag gewoon 2 keer 45 minuten laten zien wat we waard zijn. En dat we wel degelijk 90 minuten lang kunnen volhouden. En ja, ik kan al, wat ik eigenlijk al eerder zei met overwinningen, dat ik trots ben op het team. Kan ik nu alleen nog maar afsluiten dat ik ongelooflijk trots ben met wat voor team ik dit toernooi heb gestaan. En ja, meer woorden heb ik er eigenlijk niet voor. Je komt voor, je komt terug tot 4-3, bijna. Gewoon 3 keer gescoord tegen Spanje, die hadden nog geen goal tegen gehad. Nee, 3 keer scoren. Normaal gesproken zeg je dan eigenlijk dat je safe bent in de wedstrijd. Maar je krijgt er ook 4 om de oren en dat is gewoon niet genoeg. Ja, natuurlijk, je kunt zeggen je hebt er wel 3 gemaakt tegen Spanje, maar uiteindelijk gaat het om het resultaat. En dan sta je hier met lege handen. Wat heeft het doorslag gegeven? Nou, heeft de doorslag gegeven. Dat ene doelpuntje geeft natuurlijk de doorslag. Maar ik zeg al, ik denk niet dat wij ons als team zijn iets kunnen verwijten. We hebben met z'n allen 90 minuten lang ontzettend hard gewerkt. Met elkaar en voor elkaar. En dat is wat we ook af hebben gesproken. We kunnen het vandaag niet daarop laten vallen. En we hebben met elkaar, ik zeg al, hebben gewoon opgestaan. En geprobeerd. En gewoon zwaar hard ons best gedaan. En ik zeg al, we hebben vooraf ook gezegd dat we met opgeheven hoofd het veld moeten kunnen verlaten. En ik denk dat we dat vandaag hebben kunnen doen. Maar ik denk dat we met toch wel met opgeheven hoofd het toernooi kunnen verlaten. Alleen had je natuurlijk nu zover was wat meer willen bereiken. Toch 2 keer gewonnen ook. Toch ook wel mooie dingen laten zien, toch? Ja, we hebben zeker mooie dingen laten zien. En als je gaat kijken naar de groep, hoeveel kwaliteiten we eigenlijk hebben, is het gewoon ontzettend jammer dat je er na vandaag uit ligt. Goed, het is zo. Je verandert er niks aan. En we moeten met z'n allen nu door. Morgen naar huis. Helaas.